best een 3-on-3-TV. En ik ga mensen over straat interviewen. Ik ga het hebben over de statiegeld. Bedenkt u wel eens lege flessen weg voor statiegeld? Heel soms. Heel vaak vergeet ik het om de flessen mee te nemen als ik boodschappen ga doen. Maar meestal verzamel ik ze eerst en dan ga ik naar de supermarkt en dan breng ik ze terug. Oh, dus u vindt dat het moet blijven? Ja, inderdaad. Want er is geen ene politieagent in Rotterdam. Als ik morgen hier 10 flessen neergooi en ze zien het niet, die mij een bekeuring geeft van €400. Dus wie gaat er dan op letten? Dan krijg je meer zwerfvuil. Dan vraag ik me af of dat gaat helpen. Nee. Omdat de straat vervuild wordt helemaal. Iedereen die gooit maar neer. En een ander kan het voor ze opruimen. Wilt u het ook op andere dingen hebben? Dingen die milieuverontreinigend zijn, zeker ja. Of die je dat in moet leveren, net zoals batterijen die je in moet leveren nu al. Daar hoef je geen statiegeld, maar je kan ze inleveren. En dat is het.